Dag Hans, we kunnen niet anders dan vaststellen dat de economische indicatoren eerder negatief gestemd blijven. Het conflict in Oekraïne duurt voort, energieprijzen lopen op, hoge inflatie brengen hoe langer hoe meer bedrijven in de problemen. En er zijn ook andere indicatoren die eigenlijk wijzen dat we afstevenen op een recessie. Ik herinner mij uit ons vorige gesprek, een maand geleden, dat jij als chief economist van De Groof Peterkam eerder pessimistisch gestemd was ook over de economische vooruitzichten. Is er ergens een sprankel hoop? Moeilijk. Als we kijken in onze rekenbladen en we bekijken die vertrouwensindicatoren van gezinnen, van bedrijven, dan staan de meeste indicatoren, enquêtes toch op oranje, sommige zelfs op rood. Dus voorlopig weinig beterschap wat dat betreft. Is misschien wel hoop. Het is nog niet echt een bevestiging, maar de hoop in ieder geval in Europa, want daar draait het echt om, zijn die energieprijzen. Daar zien we wel dat de gasprijs een beetje niveau terugneemt van de hoogtes die we gezien hebben deze zomer. En de hoop is daar een beetje dat je echt een combinatie hebt van gasverbruik, vermindering van het gasverbruik en een beetje extra aanbod. En net omdat die markt vandaag heel speculatief is, zou dat wel ervoor kunnen zorgen dat we bijvoorbeeld in 2023 toch op lagere niveau staan. Meer economen denken dat ook, maar het blijft natuurlijk heel moeilijk wat dat betreft. Tweede hoop is in Amerika en daar zien we ook de eerste signalen dat de kerninflatie, en daar draait het echt om in Amerika, dat die kerninflatie ook een beetje zou moeten dalen. Een paar signalen die daarop wijzen. We moeten nog bevestiging zien wat dat betreft, maar dat zou dan ook kunnen betekenen dat de Fed, nog altijd de voornaamste centrale bank ter wereld, ook een beetje zou kunnen minderen met het echt opstuwen van die beleidsrente. Ja, je verwijst naar de inflatie die eigenlijk een key factor is in alles wat er nu gebeurt. In eigen land zag het er niet zo goed uit. Hè. Vorige week een inflatie tot 11,3% doorgestegen, het hoogste niveau in 40 jaar tijd. Hoe lang kan dat nog doorgaan? Ja, wat we vooral zien, en dat is al een tijdje aan de gang natuurlijk, is dat het opnieuw een combinatie is van fors gestegen energieprijzen en voedingsprijzen. Hè. Die twee factoren maken echt een heel belangrijke bijdrage tot die totale inflatiecijfers. En ze zijn ook aan elkaar gebonden. Ja, voilà. Dat is een belangrijk punt ook. Hè, want energie natuurlijk is nodig om bijvoorbeeld productie van kunstmeststoffen te doen. Het is nodig om serres te verwarmen. Het is nodig om voeding te koelen. Dus die twee zijn echt aan elkaar gelinkt. Hè. En daarboven heb je natuurlijk nog lonen die stijgen. Nominale termen, want die reële termen zijn ze duidelijk aan het afkoelen natuurlijk, maar nominaal stijgen ze in België automatisch door de loonindexering. Wat dat betreft krijgen we begin volgend jaar nog een belangrijke extra couche van zo'n 10% voor een belangrijk deel van de economie. En in andere landen gebeurt dat eigenlijk door onderhandeling, werknemers, vakbonden. Dus ja, ik denk dat die inflatoire spiraal die we nu gezien hebben, dat die nog wel een tijdje doorduurt, verder duurt en dat die ook voor 2023 zullen we altijd een hoog inflatiecijfer zien. Ja. Hoge inflatie aan de ene kant, aan de andere kant een duidelijk vertragende conjunctuur. Dat moet de centrale banken toch voor een dilemma stellen. Ja, moeilijke spreidstand voor hen, zowel de Fed als de Europese Centrale Bank. Misschien is het vandaag nog wel moeilijker voor de Europese Centrale Bank. Zeker ook die forse energieprijzen die we daar zien. Maar, en dat is ook heel duidelijk het signaal wat centrale banken tot nu toe blijven zeggen, blijven dicteren aan financiële markten, is wij blijven voorlopig doorgaan met het verhogen van die beleidsrente. En waarom doen ze dat? Dat is echt om proberen die inflatieverwachtingen goed te verankeren rond hun doelstelling van rond die 2%. Hè. Dus dat is echt hun voornaamste betrachting. En voorlopig wordt dat signaal wel duidelijk opgepikt door financiële markten. Inflatieverwachtingen op lange termijn blijven ook goed verankerd. Maar dat neemt niet weg naar natuurlijk dat het centrale bankbeleid vandaag al zijn effect begint te sorteren op economie en financiële markten natuurlijk. Hè. Daar kunnen we niet buiten. En naar welke rentes zie je die beleidsrente dan doorstijgen? Ja, heel wispelturig en heel onzeker ook die inschatting. Maar wat financiële markten vandaag inschatten, is dat die beleidsrente in Amerika van nu 3,25%, dat die verder doorstijgt, laten we zeggen de helft van volgend jaar, naar 4,5%. En in Europa, waar de beleidsrente vandaag rond de 75 basispunten kampeert, dat die verder door zou stijgen naar 2,5% lente, zomer, volgend jaar. Dus dat zijn blijvende renteverhogingen die we nu zullen blijven zien. Ja. Tot slot Hans, ik herinner mij uit onze vorige gesprekken ook dat je hebt toegelicht hoe jullie het aandelenrisico in de beleggingsportefeuilles van De Groof Peterkam stelselmatig hebben afgebouwd. Blijft dat nu doorgaan de komende maanden?
We blijven in ieder geval zeer defensief gepositioneerd met een weging in aandelen die duidelijk onder normale niveaus zit. En dat blijven we voorlopig zo aanhouden. We kopen ook niet bij op dit moment, maar we bouwen ook niet af. En de reden daarvoor is, en dan kom ik eigenlijk een beetje terug op die Amerikaanse inflatie. Ook al is het nog vroeg dag, we zien wel de eerste signalen dat de kerninflatie zou kunnen beginnen afnemen. En een belangrijk aandeel daarin zou kunnen komen van de kosten van huisvesting. Die maken zo'n 30% nog iets meer uit van de weging van de korf van die kerninflatie. En die hebben echt wel een belangrijke bijdrage ook geleverd aan die kerninflatie de voorbije maanden, kwartalen. En daar zien we nu de eerste signalen dat die mogelijk zou kunnen afkoelen. Opnieuw, het is vroeg dag, maar dat houden we echt in de gaten. En de hoop is dan uiteindelijk dat de Fed door die evolutie ook minder strikt en minder hard zou moeten gaan optreden. Ook al blijven ze voorlopig echt wel in hawkish mode, zoals dat dan heet. Maar dat is een beetje de hoop en de visie op iets langere termijn. Dankjewel Hans, jij blijft de vinger aan de pols houden. Absoluut.